Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer René Haken, zondag wacht de Graafschap in eigen huis. Hoe is het gevoel na de afgelopen wedstrijd? Wat denk je? Heel goed? Ja, natuurlijk is dat goed. Als je de eerste ronde van de play-offs doorkomt en ook verdient doorkomt, ja, dan is dat wel, dan is dat, geeft dat gewoon een goed gevoel. Wat was het belangrijkste verschil tussen de eerste en de tweede wedstrijd, denk je? Ja, dat kun je zo 1, 2, 3 niet zeggen, omdat de uitgangspositie voor beide wedstrijden natuurlijk anders is. Kijk, we hebben thuis voornamelijk de laatste half uur vrij goed gedaan. En daaraan we ook zeg maar, de wedstrijd nog kunnen winnen. Maar goed, daarvoor aan hem ook kunnen verliezen. En ja, het was aan ons om iets te vinden om ervoor te zorgen dat we tegen Almere wel aan de goede kant van de score bleven. Nou ja, en met een klein beetje hulp van Almere, maar wel met bewust daarop spelen. En we toch de eerste helft goed naar ons toe kunnen trekken. En op een kleine 10 minuten kwartier, tweede helft na, waar we moeilijk hadden, hebben we de wedstrijd denk ik heel volwassen. En zonder veel weg te geven kunnen uitspelen en daarmee de volgende ronde bereiken. Dus ik denk dat we gewoon een heel degelijk Cambuur gezien hebben. Ja. Nou stond ik toevallig in het uitvak bij de supporters. Denk je dat dat ook helpt, dat ze zo de hele wedstrijd achter een ploeg staan? Ja, tuurlijk. En dat is alleen maar mooi. Want ja, ik heb het al eerder gezegd de laatste weken. Ik vind dat de laatste thuiswedstrijd ook van de competitie, dat er al een ander zweertje ontstaat. En dat het... Dat de support naar het team toe gewoon veel beter, positiever en meelevender is dan fases daarvoor. En dat zie je nu ook terug bij Almere, maar ook zeker bij terugkomsten in Leeuwarden. Want we werden hier nog even onthaald ook door de supporters. Hoe gaan de spelers met zoiets om? Ja, die vinden het natuurlijk mooi om te zien. Hè. Je verwacht, je ziet een aantal mensen lopen waar je denkt van goh, die zouden toch al lang in bed moeten liggen. Maar ja, die waren vol enthousiasme ons aan het begroeten. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel dat die steun er is. Want je ziet nou ook de spelers die zijn ook nog even bezig. Het plezier, dat is echt aanwezig, hè? Ja, precies. Maar ja, weet je, dat is altijd het kip en het ei verhaal. Waardoor komt het plezier? Ja, dat is voornamelijk wedstrijden winnen. En dan wacht de Graafschap. Wat verwacht je van die wedstrijd? Want ja, ze zullen natuurlijk een tikje gehad hebben natuurlijk. Ja, nou ja, het is natuurlijk voor hun ook een wedstrijd om door te willen komen naar de volgende ronde. Maar goed, bij hun is het natuurlijk dat zij in de situatie zitten dat ze de laatste weken qua resultaten wat moeilijker hebben. En daardoor ook de na-competitie moeten spelen. En wij, ja, wij hebben een goede laatste fase en wij gaan daar met een goed gevoel in. Nou ja, wat het zegt, ja, dat weet je van tevoren nooit. Maar uiteindelijk is het aan ons om dat goede gevoel in de wedstrijd van zondag al te leggen. Nou heb je hun natuurlijk wel geanalyseerd tegen Ajax, denk ik ook. Waar ligt de kracht van het elftal? Nou, je hebt gezien, en niet in de wedstrijd tegen Ajax, maar ik denk in die fase daarvoor, dat ze natuurlijk met een aantal versterkingen echt ook goede stappen hebben gemaakt in de tweede helft van de competitie. Nou ja, Benschop is natuurlijk gewoon een prima spits voor de Graafschap. En je ziet ook, naarmate het elftal samenspeelt, dat daarin, ja, voorin en op middenveld, dat de afstemming gewoon steeds beter wordt bij hun. Maar goed, ook hebben ze natuurlijk veel laten vallen in de tweede helft van de competitie. Want ja, ik had toch wel... ingeschat dat de Graafschap nog wel eens boven Emmen en boven Fortuna zou kunnen eindigen. Dat is niet gebeurd. Dus dat betekent misschien voor hun ook wel een lastige situatie. Wat denk je dat het verschil gaat maken in zo'n wedstrijd? Ja, daar zit hem altijd in kleine dingen. Ik bedoel, zij zijn natuurlijk gewend in de Eredivisie. Dat betekent dat daar is het tempo vaak hoger. En betekent ook dat je daar ook tegen gewapend moet zijn. Maar ja, het verschil kan hem in hele kleine dingen zitten. Dat kan hem in een fout afdwingen zijn. Dat kan het zijn in een echt goede aanval spelen. Maar wij moeten gewoon de ruimtes die hun weggeven goed benutten. En dat is voor ons een schone taak om dat te proberen bloot te leggen. En ja, dat is mooi om dat eerst thuis met volle steun van het publiek te kunnen doen. Ja. Nou weet je natuurlijk wel dat Henk de Jong ook regelmatig op de tribune zit om de jongens te bekijken. Denk je, of ga je ook dingen anders doen daarom? Of blijf je gewoon uitgaan van je eigen spel?
Nou ja, goed, je moet altijd kijken van hoe een tegenstander georganiseerd is. En hoe de individuele spelers zijn waar hun zwakte ligt. En daar proberen we van te profiteren. Daar hebben we zoveel mogelijk wedstrijden, of zo niet alle wedstrijden, proberen te doen, ook in de competitie. Dus dat is nu ook weer zo. Nou ja, en dat dan mensen meekijken, ja, dat is logisch. Want ook in de competitie zijn de tegenstanders onder aan het analyseren. Dus dat is niks anders als dan. Dus aanpakken in eigen huis. Nou, dat sowieso. En een goede uitgangspositie creëren voor de wedstrijd in Doetinchem.